Nou, de Nederlandse cocaïnefabriek gaat over een geschiedenis van Nederland die eigenlijk amper belicht is. Toen hebben we uit 1878 hebben we de coca naar Nederland gehaald, naar de Hortus gebracht. Is daar ondergebracht, in een kassen gekweekt. En toen op een gegeven moment zei de koloniale bank, die zei, we kunnen hier flink geld aan verdienen. Met de beste cocaïne ter wereld hebben wij 50 jaar lang de wereldmarkt gedoken, meneer. En in 1900 is de eerste Nederlandse cocaïnefabriek opgericht. En er kwamen scheepsladingen vol met cocaïneblaadjes uit Indonesië naar Nederland. En er waren hier 4 fabrieken en daar werd dan cocaïne van gemaakt. Planetable chip with a global positioning system to track people miles away. Er zijn steeds meer bewijzen dat ieder gesprek van een advocaat met een gevangene wordt afgeluisterd en uitgeschreven en wordt bewaard. Ieder gesprek. Daar begon mijn grote verontrusting en mijn pro-paranoia over de controlemaatschappij waar we in terecht zijn gekomen. Ben je zelf paranoia geworden? Nee, ik vind dat wie niet een beetje paranoia is als je erachter komt dat Nederland het meest afgeluisterde land ter wereld is. Er valt nog steeds kennelijk veel geld aan te verdienen. Want wat is een kilo cocaïne nu? Kost tussen de 25 en de 30.000 euro. 30 per kilo. Ja, omdat het dus gecriminaliseerd wordt, krijg je dus van die woekerwinsten. Ik zet hier zelf 2 koppen koffie mee. En het is dan ongeveer even zwaar, maar het schijnt dezelfde productieprijs te hebben. In ieder geval is het 0,006 eurocent per gram in de productie. Ik vind dat het legaal moet zijn en maak Max Havelaar winsten vooral. Kijk, ik doe 1 keer. De directrice van de Nederlandse cocaïne. Voor jullie na. En het is winst. Het is veel winst. Trots op Nederland.